Graag gedaan. Hannes Knijn woont in het pittoreske Waarland. Daar heb je ruimte zat. Dus die oranjebak bij jou is geen probleem? Nee, dat is bij ons alle dagen koninginnedag. Zetten we de bak buiten. Trouwens, de buurvrouw is opgepakt. Had per ongeluk een theezakje erin gedaan met een ijzertje er aan. Ja, dat mag weer niet. Hè? Nee. Ja, nee, allemaal erg lastig. Hannes Knijn en Stephanie Kramer. Nou. Het Ot en Sien Festival komt eraan. Eerst maar eens, het Ot en Sien Festival. Wat is het, Stephanie? Ja, het Ot en Sien Festival is een festival wat vorig jaar is opgericht in Twisk. Heel bijzonder. Bij het station van Twisk. Fantastische locatie natuurlijk. Waar het idee is ontstaan om een festival te organiseren waar je naast een treintheatervoorstelling ook een hele mooie swinging night hebt. Dus een volledig weekend. En ook daarnaast vorig jaar ook heel veel orkesten hebben meegedaan en hebben gespeeld. En dat mogen we dit jaar weer doen. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. En waarom mogen jullie daaraan meedoen? Waarom zijn jullie daarvoor uitgenodigd? Ja. Kijk, er zit een man die goed talent praten kan. En jij kan goed zingen. Maar Dat is het. Dat is het. Dat is precies. Is er affiniteit? Jou snap ik het wel. Maar wat is bij jou zeg maar de... Ik ben gecast voor de rol als Trace. Het stuk gaat over Trace, een personage uit Is het een toneelstuk of is het met muziek? Ja, het is een treintheater en het is een muziektheaterstuk. Dus er wordt zowel geacteerd als ook gezongen en gespeeld. Dus het Noord-Hollandse Fanfaarorkest begeleidt. Er zijn muzikanten die spelen, maar in ieder geval, ik mag als solist op de Trace zijn en spelen natuurlijk, want het is ook een rol wat je moet doen. Het is niet alleen vocaal, maar ook want je doet dat, want Hannes praat het aan elkaar. Ja. Ik ben de verteller. De inderdaad. Verteller, nou, dat is wel een hele grote... Zichtbaar, onzichtbaar. Ja. Dus alles wat ik niet goed uitbeeld, dat moet Hannes opvangen, zeg maar. Nou, dat redt hij. Ongeveer. Maar ook bijvoorbeeld Karin Bloemen en Jim Bakkum doen daaraan mee. Ja. Rick Velderhof. Rick Velderhof. Oh, die mogen we niet vergeten. Nee de Trace-rol wordt zo gezien, we gaan een soort tijdspad af, waarin ik de eerste fase van de tijd van Trace speel. Dus de jonge Trace. En die wordt uiteindelijk overgenomen door Karin Bloemen. Dus wij delen dezelfde rol in principe. En Karin wordt er ook al druk gerepeteerd met elkaar? Ja, Karin die komt in een later stadium daarin. Dus echt aan het eind. En dat geldt voor Jim ook. Maar wij moeten al een heel stuk daarvoor neerzetten. Want je moet het zo zien dat het een buiten-outdoor theaterstuk is. Dus er wordt gespeeld buiten. Dus je moet echt grote afstanden overbruggen. Dus dan moet je best wel... toch wel net even anders werken dan dat je in het Skagen Theater zou staan of in een groot theater zou staan of wat dan ook. Omdat het echt buiten is en er zijn heel veel elementen die meewerken, dus dat moet van tevoren natuurlijk allemaal gerepeteerd worden. Met spelers, met figuranten, met het orkest uiteindelijk. Dus ja, het zijn wel veel ingrediënten bij elkaar. Hè. Leuk. Ja. Wat is het, een commerciële klus of is het liefdewerk aan papier? Nee, het is een combinatie van liefdewerk aan papier en commercieel. Omdat de grotere artiesten, dat gaan dan tegen... wat ze dan noemen kostprijzen of wat dan ook. Maar het gaat om de opbrengst. En die is voor het project Stop Tetanus. Voor het Kiwana. Ik moet het even goed zeggen. Kiwanis en UNICEF. Dat is een combinatie. Mm-hmm. Kiwanis, UNICEF. Tetanus. De wereld uit. Dat is eigenlijk de opbrengst van het project. Al met al. En zowel van de Swinging Night Train. Dat is op de vrijdagavond. Ja. En de zaterdagavond is ons theaterspektakel dan. En is het één ticket of twee tickets? Of dat zijn twee verschillende tickets, maar je kunt ook een passepartout kun je kopen. Maar dat zeg ik, de opbrengst is voor een goed doel. Ja, daar gaat mooi. Het ja. Ja, geweldig. En hoe goedkoop zijn de tickets of hoe duur? Ik weet die van de zaterdagavond, weet ik uit mijn hoofd, hè, met Karin Bloem en alles erop en aan. Die is 23,50. Ja. Even uit mijn hoofd. En heb je nog meer? En waarom weet ik dat zo goed? Omdat ik mag 8 kaarten weggeven. Maar daar kom ik zo op terug. Oh, dat is lekker. Maar, ja, wat, even de datum hebben we volgens mij nog niet genoemd. Ja. 20, 21 en 22 mei. Waarvan dan het theaterspektakel is dan op 21. En het muziekspektakel is op de vrijdagavond. Maar vorig jaar begonnen. En het moment dat Paul Metselaar is de promotor, de bedenker... Die komt uit Twisk. Die woont schuin tegenover het station. Het pittoreske stationnetje.
En die heeft zijn leven lang al tegen het stationnetje aangekeken. En denkt, wat kan ik daar nou ooit nog eens mee doen? En dan werd ik op een gegeven moment gillend wakker. Hij denkt, een theaterspektakel, dat ga ik doen met het station. En hij belde bij mij aan vorig jaar. Hannes, ik heb een plan. Ik zei, nou, dat is mooi. Ja, hij zei, ik heb twee dingen. Ik heb een decor, want dat was die overeengekomen met het medeblik of de stoomdienst. Stoomtreindienst. En hij zei, ik heb Karin Bloemen geboekt. Voor de rest heb ik nog niks. En een verhaal. Nee. We hebben toen dag en nacht ben ik samen met Paul aan het schrijven gegaan. Professioneel, semi-professioneel regisseur erbij, Lars van der Brugge. En ja, we hebben een schitterend spektakel neergezet. Dat die trein binnenkwam, piepend en sisselend, die maakte eigenlijk bijna geen lawaai. Een stoomtrein. En mensen begonnen bijna te huilen. Het licht erop, het stoom. Trace zingend op dat perron. Geweldig. Ja. Ik kijk, genieten. Ik ben op de camera. Ik krijg het weer. Ja, altijd zie festival. Heerlijk. Ja. Hey, wat was de netto opbrengst vorig jaar? Al sla je me dood. Oh, jammer. Maar je wil er sowieso overheen, dat snap ik. Nee, ja, dat sowieso. En het is een, dat zeg ik er even bij, het is een buitenspektakel. Maar de mensen zitten wel overkapt. Dus als er een buitje komt, ja, de heer is je spekkoper in met zo'n avond. Maar die zitten overkapt. En die hebben prachtige plekken van een stukje waar, want zo dat perron op, het is fantastisch. Nog één keer de datum. 21, 22, 23 mei, maar 21 en 22, dat zijn de spektakeldatums. Dat zijn de spektakeldatums. Echt. Kaarten te koop via? Ja, via de website. Maar die kunnen ze terugvinden op Wat Schagen Denkt website. Ik kan hem ook nog wel hier even noemen. Ja, pas op. info@otandscenefestival.nl. Otandscenefestival.nl. En die kaarten geven we weg via watschagendenk.nl, maar die weet jij precies. Oh, wat leuk. Mensen die een kaartje willen, die moeten dat maar gemotiveerd, hè? Want anders... we hebben 8 kaarten, we geven ze per 2 weg. Watschagendenk, apenstaartschagenfm.nl, daar kaarten aanvragen. Dan komt dat goed. Leuk. Dankjewel. Heel veel plezier en succes straks. En volgens mij krijgen wij een primeurtje, Stephanie, van wat jullie straks en wat jij daar straks gaat doen. Ja, er zijn uiteraard, wat Hannes net al ook had gezegd, het stuk is geschreven door Paul, Hannes en door Lars van der Brugge, de regisseur. En daarin zijn ook stukken, een aantal nummers voor mij geschreven op bestaande melodieën. En we hebben een primeur die ik mag weggeven. Dus dat is wel extra mooi. Ik moet hem heel even introduceren, want ik zing hem als Trace. Mijn rol als Trace wordt dit jaar, in de tijd spelen we het van de Tweede Wereldoorlog. En Trace is op dit moment, ze heeft een relatie met een Duitser. Ze weet dat dat heel heftig is in de tijd. He, als je in Twisk woont en je hebt een relatie met een Duitser. En het is oorlog. En is verliefd geworden op een Canadese piloot. Die, waar ze onder andere ook het een en ander mee van dienst heeft. Die Trace toch? Dus die Trace heeft een redelijke toestand. Dus ik zing het in een redelijke toestandssituatie. En normaal wordt het begeleid door het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest. Ontzettend gaaf. En nu heb ik het hele Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest in mijn gitarist gestopt, namelijk Wouter Mooi, want die heb ik meegenomen. Dus we gaan hem voor jullie, speciaal voor Wat Schagen Denkt, dus echt de primeur even. We zijn benieuwd. Leuk. Dat is nog even belangrijk om te roepen. Jeugd, professionele mensen, jeugdtoneel. Wij zijn, ik noem maar even semi-prof, allemaal bij elkaar in één spektakel. In Twist. Geweldig. Geweldig initiatief. Succes met de voorbereidingen. Dankjewel. Stephanie Kramer.